Het succesvol uitvoeren van het jeugdbeleid is afhankelijk van de inzetbaarheid van beschikbaar personeel op het directoraat jeugdzaken van het ministerie van AWJ. Tegen deze achtergrond is het intern personeelsbeleid van het ministerie gericht op vergroting van de uitvoeringscapaciteit via doelgerichte trainingen. Afgelopen maandag is een begin gemaakt met verschillende trainingen, zoals zakelijke correspondentie, projectschrijven, projectmanagement, public speaking en toepassing van Microsoft-programma's in het werkproces. De trainingen duren tot 30 augustus 2023. Suriname is voor zijn eigen ontwikkeling voorstander van een goede relatie met andere landen. Daar waar er verschillen zijn, kiest Suriname geen partij. Daarvoor zijn we in de eerste plaats te klein, maar het heeft ook geen enkele zin, zegt minister Albert Ramdin van Bibbes. We hebben en willen een pragmatische en gebalanceerde buitenlandse politiek, waarbij we vrienden zijn met iedereen en uiteraard het Surinaams belang telt. Ramdin merkt op dat dit buitenlands beleid van het land werkt. Na 2,5 jaar zien we heel duidelijk dat de wereld ons leert kennen.